Ik had me voorgenomen om dit seizoen niet meer te gaan feedervissen. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is heerlijk weer. En ik pak nog een paar uurtjes aan het eind van de middag. Het heeft even geduurd, bijna anderhalf uur om precies te zijn, maar dit is toch een prachtige vis. Of het nou een winde is of een hybride, moeilijk te zeggen. Hij is 58 centimeter. Echt leuk om te vangen. Toen ik van huis ging was het 16 graden en bewolkt. En nu, pak weg, 2,5 uur later, prachtig weer. Zonnig, ik schat toch zeker boven de 20 graden. Heerlijk. Kleine brasem tussendoor. Is altijd leuk. Want dit is de toekomst. Nou, laat er geen misverstand over bestaan. Dit is de reden waarom ik hier vis. En niet die aalscholver die er langs komt. Prachtige brasem, kerngezond, lekker dik, van 63 centimeter. Prachtige vis. Ik weet niet of dit in beeld komt, maar het is een hele fraaie. Precies 60 centimeter. Mooie vis. Mooi moment om ermee te stoppen. Leuke afsluiting van mijn feederseizoen. Ga hem terugzetten. Gaat ie. Dit is een hele leuke middag geworden.
met 3 prachtige vissen en nog een paar kleintjes. Ook nog een hele mooie braasem, of ik denk zelfs een hybride verspeeld. Dat ik zo nodig de drill wilde filmen. Ja, dat lukt niet altijd. Behalve de laatste keer, nu net. Ik hoop dat dat een beetje in beeld is gekomen met al dat tegenlicht. Maar dat zie ik thuis wel bij het monteren. Mijn seizoen zit erop. Ik ben nu echt wel klaar met vieren en vissen. Ik wens jullie allemaal hele goede vangsten. En tot ziens bij het volgende filmpje. Dat zal waarschijnlijk snoekvissen worden. Of anders karpervissen met de pen. Tot de volgende keer.